Ik ben Inge Schilpoort, forensisch psycholoog. Ik werk onder andere bij het Pieter Baan Centrum, waar ik psychologische profielen maak van mensen die verdacht worden van allerlei delicten. Ik heb het boek Muithond geschreven, wat in april 2015 uit is gekomen. Het gaat over een man met pedofiele gevoelens, die net vrij is uit de gevangenis. En we volgen hem tijdens zijn tocht om zichzelf tot een beter mens te maken. Tijdens het lezen van mijn boek krijg je veel inzicht in zijn belevingswereld. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want in de media zien we altijd maar één kant van zulke soort verhalen, van daders en hoe slecht ze zijn. En nu zien we de meer menselijke kant. En van lezers hoor ik dat ze dat als heel aangrijpend en mooi hebben ervaren om dat zo te lezen.